Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Ivan Heiligen, also known as Vane Sacrosanct, de leadzanger van Cause Nation. Men heeft mij onlangs gevraagd om een eindjaarslijstje op te maken wat dat betreft de beste platen van 2021. Nu, helaas moet ik toegeven dat ik niet veel platen of cd koop. Dat zijn er dus maar een paar die ik hier heb liggen en ik ga helaas mijn keuze ook moeten uitbreiden tot platen of cd's die ik dit jaar heb gekregen of heb aangekocht. Dus er zitten een paar werken tussen die vorig jaar in 2020 ook zijn verschenen, maar wat ik van vind dat die toch wel de moeite van het beluisteren waard zijn. Een van die platen is Dark Hate van Wolf 7 of Wolf Set, want het is een Brusselse groep, dus die mensen spreken meestal Frans, maar ik hou ervan om ze Wolf 7 te noemen. Mijn excuses, Cyril en Sepp. Dark Hate is het debuut van Wolf Set. En ja, die plaat is echt zoals dat ze zou moeten zijn. Zeer mooi. Er staan ongelooflijke knappe stukken muziek op. Het thema van deze plaat is eigenlijk dierenleed. En al hetgeen wat dat men doet met dieren om heel de boel draaien te houden, zoals de cosmetica sector en noem maar op. Of dieren die onheus bejegend worden. Dit is een ongelooflijk goed werkje van Belgische makelij. En ik zou zeggen, als u hem nog niet hebt, koop hem die handel. Live zijn die vrij goed, hè? Een tweede plaat die ik eigenlijk ook heel goed vond dit jaar, en die vorig jaar verschenen is, maar die ik dit jaar heb gekocht, is Hypernoia The Remixes van Damage Control. Nu, Hypernoia The Remixes is eigenlijk, zoals de naam doet vermoeden, een remixalbum van hun debuutplaat Ultranoia. Die plaat Ultranoia is 2 jaar geleden verschenen en de mensen achter Damage Control hebben besloten gehad om daar allemaal remixes te laten van maken en om die dan ook opnieuw uit te brengen. Dit album is gemixt en gemasterd door niemand minder dan Greg Reilly. En Greg Reilly is iemand die bekend is in het electronic body music genre of in het industrial electronic genre. Dat is de man achter Frontline Assembly. Dus de geluidskwaliteit, de sonische capaciteit van deze plaat, dat is ongelooflijk goed. Dat is echt ongelooflijk goed gemixt, het is ongelooflijk goed gemasterd. Dit is een plaat dat mijn voorkeur heeft. Deze plaat bevat ook een remix van Phil Western. En Phil Western is eigenlijk iemand die ook een belletje zou moeten doen rinkelen. Maar die persoon is vorig jaar, eind vorig jaar of dit jaar, is die helaas overleden. Wel, de allerlaatste remix die Phil Western deed, staat op deze plaat. Dus, Hypernoia, de remixes van Damage Control. Bij deze, ik zou zeggen, kopen die handel. Een van de mensen achter Damage Control is Bill Barsby uit Australië. Ongelooflijke goede vriend van mij. Heeft eigenlijk ook mij altijd bijgestaan met raad en daad over wat ik zelf moest aankopen in mijn studio om verdere progressie te maken met Cause Nation. Hypernoia, de remixes. Oh ja, er staat ook een remix op van Vomito Negro. Altijd de moeite. Dus hij had ook aandacht, ze hadden ook aandacht voor Belgische groepen. Hypernoia, de remixes van Damage Control. Dan, derde plaat. Enzo Krift, Different World. En je ziet, hij is gesigneerd. Die heb ik onlangs nog gekocht. De laatste keer dat Enzo of Erik live heb zien optreden, dat was in magazijn Katre in Brussel. Daar hebben wij zelf ook live gespeeld. Enzo was daar ook aanwezig en ik heb toen zijn nieuwe plaat gekocht. Dit is een ongelooflijke goede plaat. Ja, iedereen kent Enzo Krift inmiddels. Dat is alleen maar een aanrader. Enzo Krift, Different World. Wie houdt van old school, bijna ja, echt vibe van de jaren 80. Ja, ik heb daar geen woorden voor. Ongelooflijk goede plaat, net zoals zijn andere werken die ongelooflijk goed zijn. Enzo Krift, Different World. Prachtplaat. Een andere plaat die ik dit jaar heb gekocht is de nieuwe LP van Gary Numan, Intruder. Ik ben een fan van Gary Numan. Mensen die mij kennen weten dat inmiddels ook al. Gary heeft een nieuwe plaat uitgebracht, Intruder. Vind ik zeker het vermelden waard. Ik heb de dubbel LP gekocht via Dimitri van Woolly Records. Die heeft mij die plaat bezorgd.
Die is gekocht tijdens de COVID-19-pandemie. Bij deze. Ik had ze rechtstreeks via de website van Gary Newman kunnen bestellen, maar ik dacht bij mezelf van ik ga toch één mooi ding doen en dat is onze eigen lokale platenwinkels steunen. En vandaar dat ik die heb gekocht bij Dimitri van Woolley. Dankjewel Dimitri. Het is een ongelooflijke goede plaat. Zijn vorige LP was iets beter, maar toch nog altijd de moeite van het beluisteren waard. Het is Gary Newman, zoals dat we Gary Newman kennen. En Gary Newman is een icoon wat betreft elektronische muziek. Waanzinnig goede plaat. Dan voor mij de beste plaat die dit jaar, die ik dit jaar in handen heb gekregen, waar ik echt van mijn stoel viel toen ik die voor de eerste maal beluisterde, dat was een plaat van Dismorn Omnia, of Dismorn Omina, mijn excuses. Dismorn Omina is iemand, is een groep van mensen waar één belangrijk persoon bij zit, voor mij dan toch, dat is Mika Goedrijk. Mensen kennen Mika Goedrijk wel in de scène, maar die plaat Dismorn Omina is een meesterwerkje. Ik heb daar geen andere woorden voor. Toen ik die plaat voor de eerste maal beluisterde, viel ik echt letterlijk van mijn stoel. Mensen die houden, ik noem het tribal techno. Het is ongelooflijk dansbaar. Er zit veel ambient in, er zit veel tribal geluiden in. Op een gegeven moment doet de plaat mij ook sterk denken aan het werk van Bear McCreary. En ik weet niet of dat u Bear McCreary kent, maar Bear McCreary is een filmcomposer die ook de ongelooflijke goede soundtrack schreef voor de gerenommeerde science fiction serie Battlestar Galactica. En dan heb ik het over de serie waar Edward James Olmos Captain Adama speelt, of Admiral Adama speelt, met Katie Sackhoff ook. Katie Sackhoff die we onder meer kennen uit de serie The Mandalorian, waar ze Bo-Katan speelt, om er iets mee te geven. Dismorn Omina. Ongelooflijke goede plaat. Voor mij is dit, van alle platen die ik heb gekocht, en het zijn er niet veel, maar voor mij is dit de beste release van 2021. Voilà. Voor de rest wil ik u nog even meegeven. Ik ga dit even stopzetten en opnieuw, want dat was de bedoeling van een beetje achtergrondmuziek te hebben. Voor de rest, lieve mensen, ik wens jullie het beste voor het nieuwe jaar toe. Ik hoop dat we uit deze miserie gaan uitgeraken. Vergeet vanavond uw dankkap niet op te zetten, om met een grap af te sluiten. En ja, laat ons hopen dat we volgend jaar terug naar normaler leven gaan kunnen gaan. In elk geval hoop ik jullie te mogen ontmoeten op BIMFest. Volgend jaar in de Casino in Sint-Niklaas. Dat is ergens in maart. Ik dacht 19 maart speelt Coast Nation live op BIMFest. We zijn daar zeer vereerd over dat we in de Casino op BIMFest mogen spelen. We danken de organisatoren daar ook van voor dat ze aan ons hebben gedacht. In elk geval, dit waren mijn platen. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. En ik zou zeggen, see you next time. Tot volgend jaar. En keep it safe. Cheers.